Yo yo mensen, dit is ons gaming en het is weer tijd voor eindelijk een nieuwe Formule 1 carrière race. De laatste tijd is het natuurlijk wat rustiger met de video's door wat omstandigheden. Daar kom ik misschien nog een keer later op terug. Maar in ieder geval, we gaan kijken naar de 13e race van het seizoen. En dat betekent dus dat we in België zijn op het fantastisch mooie circuit van Spa. En ja, ik ga niks meer vertellen over de race, zoals jullie weten. Jullie moeten het zo meteen zelf maar zien. Natuurlijk, vergeet niet te abonneren op onze gaming. En deze video mag natuurlijk ook gewoon geliked worden. Het mag gewoon allemaal. Het is een vrij land, dus dat kan gewoon allemaal. En ik zou zeggen, laten we gewoon gaan kijken naar deze race. Ja, het wordt een natte bende. Dat is eens wat ik over kan zeggen. Laten we gaan kijken. Goed, laten we eens gaan kijken welk team updates meegebracht heeft. Maar eerst heeft mijn eigen team McLaren de motor geüpgrade. Gelukkig doet mijn motor dat wel in het echt. Dit seizoen in 2017 zeg maar, heeft McLaren heel veel problemen met de motor. Gelukkig bij mij valt het wel mee. Als we kijken naar de andere teams, dan heeft het team van Renault flink wat updates meegebracht. En ook het team van Force India heeft één update meegebracht. Maar vooral Renault maakt een enorme sprong eigenlijk in het klassement. En zoals je ziet, ze staan nu achter Ferrari. Ze zijn eigenlijk het vijfde team. En zijn dus ook gewoon Williams en Toro Rosso voorbij gegaan. En dat doen ze dus best wel lekker. Dat zou zomaar kunnen zijn dat als ik een contractaanbieding krijg, het einde van het seizoen, om bij Renault te gaan rijden, dat ik misschien wel voor Renault ga rijden. Waarom? Ik weet het niet. Ik vind het gewoon een mooie auto. Dus het zou zomaar kunnen. Maar goed, zolang is het nog, zover is het nog lang niet. En dit is in ieder geval de stand in het kampioenschap na 12 races. Ja, ik sta op de derde plek met 10 minuten. Alonso staat op de vierde plek. En er komt iemand online tijdens het opnemen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Ja goed, de stand in het kampioenschap. Het zit allemaal nog redelijk dicht bij elkaar. En het ligt eigenlijk nog redelijk open. Bij de constructeurs is het allemaal een klein beetje anders. Daar is Mercedes wel redelijk los van de rest. En staan, zoals je ziet, mijn eigen team en Red Bull en Ferrari nog behoorlijk dicht bij elkaar. Ja goed, dit zijn beelden van de kwalificatie. En zoals ik net al zei in de intro, het zou een natte bende gaan worden. Op de trainingen, op de vrijdag, was het eigenlijk wel ontzettend mooi weer. Maar in de kwalificatie was het al één grote natte ellende gewoon. Maar goed, maakt niet uit. Ik kan redelijk goed in, de regen rijden. En ik zet hier gewoon de eerste tijd neer in de laatste kwalificatie. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik dus pole position heb. Maar dan gaan we zo meteen dus kijken of ik inderdaad ook die pole position heb. Dit is dan race day. Het is zondag en er is niks veranderd. Het is nog steeds regen. Het is nog steeds nat. En ja, dat kan eigenlijk al twee dingen betekenen. Of je gaat een enorme kutrace tegemoet. Of ja, het gaat gewoon ontzettend goed. Regen, dat kan altijd heel onvoorspelbaar zijn. En het mooie is van deze race, we hoeven geen pitstop te maken. Want het begint nat en het eindigt nat. Dus het gaat al, dat kan ik al heel vast zeggen. Vettel heeft dan heel verrassend pole position. Mijn teamgenoot Alonso tweede. Ik sta dan toch op de derde plek. Geen pole helaas dus. Dan Hamilton, Ricciardo en Rosberg. Mercedes valt dus tegen. Dan Verstappen, Raikkonen, Massa en Bottas. Ja, dan de beide Renaults. De updates werken dus prima zo te zien. Dan Perez, Kvyat, Hulkenberg, Sainz. En dan vinden we Grosjean, Haryanto op een aardige plek. Gutierrez, slecht. Nasser, oké. Wellein, slecht natuurlijk. En Eriksen, zoals altijd, achteraan. Dit zijn dan beelden van de start. En eigenlijk heeft de top 3, inclusief mijzelf, gewoon een goede start. En ik zit dus meteen eigenlijk al aan de binnenkant hier bij Vettel. En natuurlijk is er dan weinig ruimte hier. Dan is het touché tussen mijn Vettel en Alonso. En er gebeurt er van alles daar in die eerste bocht. We gaan zo meteen even kijken wat er allemaal precies gebeurd is. Maar het is wel een feit dat ik in ieder geval op de eerste plek lig. Maar ook dat er weer een safety car is. En dat is alweer de, ik weet niet hoeveelste safety car van dit seizoen. Maar goed, maakt niet uit. Ik lig op de eerste plek en Alonso ligt tweede. Dus wat dat betreft mag de race van mij afgevlacht worden op dit moment. Dit zijn dan beelden nog een keer van de start. Vettel heeft eigenlijk gewoon een oké start. Maar ik kom hier aan de binnenkant. Ik heb een klein tikje met Vettel. Maar Vettel die rijdt eigenlijk daarna tegen Alonso aan en spint half. Dan zie je achter in het veld allemaal nog voorvleugeltjes door de lucht heen vliegen. En dat komt voornamelijk op de beide Williams en eigenlijk de rest van het hele veld tegen elkaar aanpleuren. En zo liggen er behoorlijk wat brokstukken op de baan. En dat is dan ook de reden waarom er dus een safety car komt. Er zijn wat auto's met schade. In ieder geval een van de Williams heeft schade. Ik geloof ik een van de Force India's, een van de Manners. En zo is het dus
Ja, in de eerste ronde meteen al wat redelijk chaos. We zitten inmiddels in de tweede ronde en we zitten achter de safety car. En ik verveel me eigenlijk een beetje de pleuris. En ja, dan denk ik van, weet je wat, kijken of het de safety car in kan halen. Kijken wat er dan gebeurt. Nou, er gebeurt eigenlijk niet heel veel. Je krijgt alleen een melding dat je die plek moet teruggeven. Dat je de safety car niet mag inhalen. Ik heb ook een keer tegen de safety car aangebotst. En dan gaat je auto kapot, kan ik je vertellen. Dat deed ik gewoon expres natuurlijk. We zitten dan inmiddels in de vierde ronde, moet je nagaan. Vier ronden lang achter de safety car. En dan is het nog steeds dus ik op 1 en Alonso op 2 en Vettel dan op de derde plek. En eigenlijk is het allemaal niet zo heel spannend. Maar dan het einde van de vierde ronde mogen we eindelijk gaan beginnen. Dit is de eerste keer in mijn carrière dat ik het veld aanstuur naar een safety car. Dus het was wel even spannend, maar het gaat eigenlijk best wel goed. Ik ga meteen op het gas op het moment dat het mag. En ik kom gewoon goed van die plek af, zeg maar. Groene vlaggen, er zijn er wel meteen weer wat gele vlaggen. Achter in het veld rijden de beide Saubers tegen elkaar aan. Alleen heb ik dat helaas niet opgenomen. Niet zo'n handige actie dus van de heren van Sauber. Maar goed, we zitten inmiddels al in de vijfde ronde en ik klik nog steeds eerste. En echt heel erg druk van achter heb ik niet. Alonso rijdt wel redelijk dicht achter mij samen met Hamilton. Maar echt tot een aanval komen ze de hele tijd niet. En dat is eigenlijk wel een beetje ook de rest van de komende rondes zo. Ze rijden achter me, maar ze vallen me niet echt aan. Ik rijd echt een hele dikke race eigenlijk. En ik zit best wel lekker in het ritme en ik maak weinig foutjes. En de auto in de regen doet het gewoon ontzettend goed. We zijn al een paar keer eerder achtergekomen dat de McLaren in de regen gewoon een prima auto is. En dat je vooral dan weinig last hebt van de Mercedes'en. Omdat eigenlijk wanneer het regent eigenlijk alle regeltjes en standaard dingen overboord gaan. Er kan van alles gebeuren in ieder geval. Ik rijd dan dus nog steeds op de eerste plek. We zitten inmiddels al in de zevende ronde. Ja, het is een iets kortere video dan normaal natuurlijk deze video. Omdat er eigenlijk niet zo heel erg veel gebeurt in deze race. Dus ja, en als er weinig gebeurt, daar kan ik ook niet heel veel meer van maken. En ik ga natuurlijk geen express nep dingen of crashes of wat dan ook proberen te doen. Want dat doen we niet. We zijn natuurlijk gewoon zo realistisch mogelijk aan het racen hier. En ja, dat betekent dus dat we inmiddels dan in de negende ronde zitten. En dat ik nog steeds op de eerste plek lig. Maar Hamilton begint dan ineens wel de pace op te pakken. En die pakt dus de tweede plek van mijn teamgenoot Alonso af. Inmiddels zet ik wel de snelste tijd neer in de sector. Dus dat betekent dat ik nog steeds lekker aan het racen ben. Maar Hamilton komt wel redelijk snel dichterbij. En dan begin ik me toch wel een klein beetje zorgen te maken. Want met veel inhaalmogelijkheden op dit circuit. Zou het dan toch zo zijn dat Hamilton een aanval gaat wagen of niet? We zullen het zo meteen in ieder geval zien. We zitten dan in de ene laatste ronde van de race. En ik lig nog steeds op de eerste plek en eigenlijk heb ik nog wel een klein gaatje richting Hamilton. Zoals ik al zei, niemand hoeft naar binnen, want het bandenreglement tijdens een natte race, tijdens een regenrace, vervalt eigenlijk compleet. En is aan jezelf of je wel of niet naar binnen gaat. Hier had het zomaar het einde verhaal kunnen zijn voor mij. Ik neem behoorlijk wat risico in de Eau Rouge en ik flikker bijna die bandenstapel in. Ik raak bijna de auto kwijt, maar uiteindelijk komt het net goed. Dit is dan de laatste ronde en zoals je al zag in de achteruitkijk spiegel of modus of weet ik wat, zag je al Hamilton behoorlijk dichtbij zijn. Maar goed, het is de laatste ronde en ik focus me dan gewoon extra goed om die Hamilton van me af te houden. En dan is eigenlijk hier zometeen het einde van het stuk de laatste mogelijkheid voor Hamilton om mij nog in te halen. En hij komt best wel behoorlijk dichtbij, maar ja, nee. Het gaat hem niet lukken. Of ik moet hier mijn eigen remmen en spinnen of weet ik wat gebeuren. Maar dat gebeurt niet. Hamilton komt dus wel dichtbij. Alonso ook nog. Maar het is niet genoeg. Ik pak gewoon de tweede overwinning van het seizoen. In een regenrace. Het was natuurlijk een hele aparte race natuurlijk. Het gaat eigenlijk al meteen vanaf het begin. Ging het zoals ik had gehoopt. Ik geef natuurlijk een klein tikje aan Vettel. Maar ja, uiteindelijk crasht Vettel zelf tegen Alonso aan. Dus ja, geen straf voor mij en ook geen straf voor Vettel. Waar overigens helemaal geen straffen voor niemand tijdens deze eerste ronde. Ik pak in ieder geval de overwinning en dat voelt wel heel erg lekker. Hier staan we dan samen met Hamilton en met Alonso op het podium. Gewoon een 1-3'tje voor het team van McLaren. Dat is natuurlijk ook wel lekker met beide auto's op het podium. Pakken we flink wat punten en doen we natuurlijk een flinke slag slaan ten opzichte van Red Bull en Ferrari. En zo lijkt het toch wel erop dat we toch zeker wel tweede gaan worden in het kampioenschap. Als het gaat om de teams en als het gaat bij de stand onder coureurs.
ja, is het ook weer een beetje spannender, want ik loop natuurlijk wat punten in op Hamilton. En ik loop heel wat punten in zelfs op Rosberg, want die wordt maar liefst vijfde deze race. Ja, Ricciardo staat verder vierde en eigenlijk hebben we niet heel veel verrassingen in deze race. Het is behalve dan dat Palmer nog een puntje pakt en Magnussen elfde wordt. Drono lijkt echt wel een stuk beter te zijn dankzij de upgrades. Dit is dan de stand in het kampioenschap. Zoals ik al zei, ik ben redelijk wat dichterbij gekomen bij Hamilton en eigenlijk ook wel bij Rosberg. En ik loop natuurlijk flink uit op Alonso. Ricciardo pakt de vijfde plek af van Raikkonen. En zo kan het nog steeds alle kanten op gaan dit seizoen. Bij de stand in de constructeurs verandert niet zo heel veel. Behalve dat we gewoon goede zaken gedaan hebben. En het was eigenlijk gewoon een hele prima race. Dat was wel een saaie race eigenlijk. Maar ja, we winnen wel. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Heel bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.